Hallo allemaal, vandaag ben ik er met een video waarin ik de boeken die ik in april gelezen heb zal bespreken. In april las ik 12 boeken, wat klinkt alsof het heel veel zijn. Voor mij was het best weinig, vooral ook omdat er veel dunne boeken tussen zaten. Nu, het was heel normaal dat ik in april niet zoveel kon lezen met heel de situatie zoals die momenteel in de wereld is. En daarom had ik speciaal iets dunnere en vooral grappige boeken besteld. Om zoiets luchtigers te hebben om te lezen en niet alleen die zware literatuur die ik anders meestal lees te lezen. Nu ik dat gezegd heb, gaan we meteen in de boeken vliegen, want ik heb er heel wat te bespreken. Het eerste boek dat ik gelezen heb was Niet Nog Eens Laura. De tweede verzameling van strips van Niet Nu Laura, waar ik een trouwe volger van ben op Instagram. En ik weet niet of ik al in een video het heb aangehaald, maar ik heb dus nu ook een Maë-t-shirt van Laura. Dus ik ben een heel grote fan. Ik heb het in één keer uitgelezen. Ik heb heel hard zitten lachen. Dus wie nog iets zoekt om zichzelf op te vrolijken, dit is zeker een tip. Dan heb ik ook The Boy, The Mole, The Fox and The Horse van Charlie McCarthy gelezen. We hadden dit boek gekocht voor de verjaardag van Bram's mama. Maar die was een super grote fan van dit boek. En Bram vond het zo mooi dat hij ook een exemplaar wou. Het gaat over een jongen, een mol, een vos en een paard. Maar er zit niet echt een echt verhaal in. Dus ze komen elkaar tegen op een wandeling of een trektocht. Dat is al niet zo duidelijk. En er zit eigenlijk allemaal zo van die kleine wijsheden in. Maar het is ook vooral heel, heel erg mooi getekend. Er is nu onlangs ook een Nederlandse vertaling van verschenen. Want het is ook wel leuk om aan kindjes, denk ik, om met hun door zo'n boek te bladeren. En dan is het handiger als het in het Nederlands is. Maar dus super mooi. Echt zo'n cadeauboek. Dus als je een cadeau zoekt voor bijvoorbeeld de mama op moederdag, kun je dit bestellen bij de lokale boekhandelaar. En dan heeft ze een heel mooi boek in haar brievenbus. Dan heb ik ook De Vuurvogel van Bette Westra met illustraties van Jenny Fila gelezen. Ik had het al even op het oog. Ik zag altijd bij uitgeverij Volt, waar het is uitgegeven, hele mooie stukjes van de prenten verschijnen. En De Vuurvogel is ook een ballet met muziek van Stravinsky. Dus ik dacht, het is wel leuk om te lezen. Ook om te zien hoe dat dit verhaal naar kinderen toe eigenlijk verteld kan worden. Om het zo iets minder gruwelijk te maken dan het verhaal eigenlijk is. En het is echt super mooi geïllustreerd. Dus De Vogel is wel heel duidelijk herkenbaar. Maar de personages zijn zo van die vlinderen mottenmannetjes. Hier zijn ze in de stenen tuin. En het verhaal is dus een beetje. De grote lijnen zijn hetzelfde. Hè. Er is een tuin waar allerlei prinsessen in opgesloten zitten. En als je die wilt gaan redden, dan verandert je meestal een steen door de boze tovenaar. Ik denk dat het hier een soort van gigantische stenen troll is. Die je dan verandert in steen. Maar ja, het is echt een leuke introductie. En je kunt dan ook naar de muziek luisteren. Dus het was wel heel leuk. En dan las ik na heel lang Jane, de Vos en ik. En ik zeg heel lang. Ik had deze al heel erg lang op het oog om te lezen. Ik dacht dat het origineel een Engels boek was. Maar het is door Fanny Britt en Isabelle Arthenault. Het is dus eigenlijk een boek van Canada, geloof ik. Het gaat vooral over het ik-personage. Die wordt eigenlijk heel zwaar gepest en ze verliest zich in de boeken van Jane Eyre. En er komt ook ergens een vos in het verhaal aan bod. Ik had eigenlijk een heel ander idee van dit verhaal. Dat de vos en Jane een veel belangrijkere rol gingen spelen. Dat was niet het geval. Dus het verhaal, als ik eerlijk ben, was zo een beetje teleurstellend. De illustraties daarentegen zijn echt heel mooi. Als het over het meisje gaat, is het altijd in zwart-wit en potlood getekend. En nu ben ik een passage aan het zoeken met Jane Eyre. Dan is het in zo van die heel felle kleuren. En ook de vos heeft een felle kleur. Dus qua illustraties is het echt een van de mooiste boeken. Maar het verhaal kon niet helemaal mij overtuigen. Amai, dat was echt geen mooie zin. Excuses. En dan als laatste
prentenboek. Ja, als laatste prentenboek las ik het tweede boek van Tackle Tom. Pak die bal, Tackle Tom, door Bette Westra en Noëlle Smit. Ah, twee boeken van Bette Westra. Ja, twee boeken. Tackle Tom is zo een typisch tackle, is heel erg wijs. En het eerste boek, Hallo Tackle Tom, die hebben we hier ook staan. We zien dat mijn stapelboeken nu niet naar beneden valt. Voilà. Hallo Tackle Tom. Dan leer je Tackle Tom in zijn nestje kennen. En hij wordt dan gekocht als verjaardagscadeau voor Sarah door papa Pablo en papa Pim. Die trouwens echt een huis hebben om jaloers op te zijn. Ik wil in die een huis wonen. En hier gaat papa Pablo Tackle Tom leren om een bal te pakken. Maar Tackle Tom heeft er niet zo'n zin in. En hij denkt, ja, papa Pablo, ga die bal zelf maar pakken. En daar gaat het over. Het is heel grappig. Ik denk dat kinderen zich echt heel erg hard gaan lachen met de streken van Tackle Tom. En hoe dat hij omgaat met papa Pablo. Die dus wil dat de bal gepakt wordt. Het zijn echt zo hele grappige, leuke boekjes. Ik laat Bram die ook altijd voorlezen. Voor extra plezier in het vertellen. Voilà, en dan gaan we naar de leesboeken. Excuseer. Het laatste boek eigenlijk wat ik in april heb gelezen is IJstijd van Maartje Wortel. Ik kwam die toevallig tegen in de piep toen ik boeken aan het afvoeren was. En ik dacht, ik heb nog maar één boek van haar gelezen en ik wil eigenlijk wel graag meer lezen. En dan had ik deze op. Het gaat over James. James woont eigenlijk in een hotel. Zijn ouders, daar is iets heel raars mee. Die papa was militair en die woont daar eens bij de opa, ofwel in Hawaii. En de mama is altijd veel te druk bezig en ze plaatst James dan maar in een hotel als hij 18 is. En hij moet dan eigenlijk maar zijn plan trekken. Hij moet niet gaan werken, hij mag gewoon doen waar dat hij zin in heeft. En in het begin van het boek wordt ook al gezegd dat James als kind altijd in tegenwoordige tijd praat. En dat doet hij eigenlijk ook het hele boek lang. En dat is misschien verwarrend, omdat hij vertelt verschillende dingen van vroeger en van nu, maar allemaal in de tegenwoordige tijd. Maar je hebt eigenlijk al vrij snel door wel van wanneer dat hij over vroeger vertelt en wanneer het over het nu gaat. En in het nu krijgt hij een deal van ene Monica die hem opeens opbelt om een boek te schrijven. En vroeger vertelt hij over Marie. Een meisje dat hij ontmoet heeft, waar hij een relatie mee kreeg. En wat je weet dat nu niet meer bij hem is. En die twee verhaallijnen volgt hij eigenlijk, wat er precies allemaal misgaat. Het gaat dan over hoe schrijf je een boek, hoe gaat dat eraan toe in dat wereldje. Maar ook over die tijd en het verwerken van een verlies en dat hij dat niet kan plaatsen. Dus daar gaat het over. Het was niet zozeer het verhaal wat mij aansprak in IJstijd, maar wel Maartje Wortel, haar taalgebruik en de ideeën die dat erin zitten. Dus over die tijd en over schrijven, vond ik vooral heel interessant. Dan las ik het eerste deel van De Spiegelpassanten van Christelle Dabot, namelijk De IJzige Verloofde. Ik heb dit exemplaar ook opgestuurd gekregen, omdat ik een van de ambassadeurs was voor dit boek. Ik keek hier al echt enkele jaren naar uit. Ik wist dat het een Franstalig boek was en het was al vertaald in het Engels, maar ik dacht dat is een beetje dom. Als het Franstalig is, ga ik dat niet in het Engels lezen. Dan ga ik wachten op de Nederlandse vertaling. Die heeft even op zich laten wachten, maar nu is die er dus. Het is eigenlijk niet leuk. Ik vond, het gaat over Ophelia. Ophelia wordt uitgehuwelijkd. Ze woont in een magische wereld met allemaal verschillende arken of eilanden. Ik denk dat het arken zijn. En haar ark heet Anima en daar kunnen ze dus van alles doen met voorwerpen. Dus zij kan de geschiedenis van voorwerpen lezen door daar haar hand op te leggen. Haar oom kan bijvoorbeeld dingen herstellen. Ze heeft een tante die van alles met papier kan doen. Maar ze wordt dus uitgehuwelijkd aan een ander ark, omdat ze al zoveel mogelijke neven als man heeft afgewezen. Terecht, denk ik dan. En die woont op een heel andere ark, op de Pool. Een soort van rare, mythische plaats waar niemand veel van weet. Ze komt daar terecht. Het blijkt dat er van alles aan de hand is. Dat haar leven ook een beetje in gevaar is. Nu, dat is ook een heel interessante magische wereld met verschillende klanten die andere dingen kunnen. Ik vond het super interessant om te lezen. Je tast ook zo'n beetje in het duister, omdat je weet evenveel als Ophelia weet en Ophelia weet helemaal niet veel. Dus samen met haar moet je zo proberen te ontdekken van hoe zit die wereld in elkaar, wie is hier tegen wie, wat is hier eigenlijk aan de hand. Dus dat vond ik heel leuk.
Ze zeggen dat het een sterk hoofdpersonage is. Dat vind ik dan weer niet, maar ze groeit wel. Dus naar het einde van het boek toe evalueert ze ook wel van wat heb ik nu allemaal meegemaakt, wat ga ik nu moeten doen. En wordt ze zo'n beetje minder afhankelijk van alles en iedereen en neemt ze wel de touwtjes in eigen handen. En ik stoorde mij in het boek vooral aan het taalgebruik af en toe. De tante die met Ophelia meegaat naar de pool zou paardentanden hebben. En ik vind dat oké als dat één keer dan vermeld wordt. Maar iedere keer als het over die tante ging, kwam die paardentanden terug. Hetzelfde met haar verloofde. Die had messcherpe ogen of iets in die aard. Kwam ook iedere keer terug. Dat ik wel dacht van... Eén keer was voldoende geweest om dit te vermelden. Maar voor de rest vind ik het een heel spannend boek. Het eindigt ook echt op zo'n cliffhanger. Ik zei nog tegen Bram van, dat apprecieerde ik wel aan Harry Potter. Dat was een boek en dat ronde wel af. Dus je had je verhaal, je dacht wel, oh, wat zou er volgend schooljaar met Harry gebeuren? Maar je had zo eigenlijk wel een einde aan het hoofdverhaal. En dat is tegenwoordig in die fantasy boeken niet, dus... Je leest die laatste pagina en je denkt echt, amai. En nu ga ik nog een jaar moeten wachten tot deel 2 uitkomt. Dus voilà. Dus wel een aanrader voor de fantasy, young adult fantasy liefhebbers. Dan, eindelijk, na 4 jaar heb ik Revolutionary Road van Yeats gelezen. En ik denk dat mijn verwachtingen te hoog gespannen waren voor dit boek. Want ik was... een beetje teleurgesteld waar het over ging. Dus het gaat over dat koppel dat iedereen denkt dat het wauw is en die zo'n soort van klasseverschil in het leven roepen, van dat ze een beetje neerkijken op de rest en de rest kijkt wel omhoog naar hun, maar is dat eigenlijk wel de moeite waard? En ook, het gaat erover van hoe dat huwelijk langzamerhand helemaal uit elkaar begint te groeien. Er zitten wel belangrijke onderwerpen in, zoals bijvoorbeeld de mentale gezondheid van de vrouw en hoe dat daar in de jaren 60, geloof ik dat we zitten, hoe dat daarmee werd omgegaan. Spoiler alert. Ze gingen er niet goed mee om. Het gaat ook bijvoorbeeld over abortus en hoe dat daarmee wordt omgegaan. Ook niet zo goed. En ja... Ik miste zo de connectie met de personages. Dus ik was maar aan het lezen en soms dacht ik... Ik vond de interessantste passages eigenlijk wanneer dat we... Dus we hebben April en Frank. Wanneer we Frank op zijn werk volgden. Dat vond ik de interessantste passages. Het deed me ook een beetje aan Mad Men denken. Voor de rest vond ik het een beetje saai. En was ik niet overtuigd van het boek. Ik ga nu wel de film eens bekijken. Zien of ik daar misschien meer kan uithalen. En dan had ik besloten om in april eindelijk ervoor te zorgen dat ik terug maar één boek tegelijk aan het lezen was. Omdat ik ontdekte dat ik al 5 jaar een boek aan het lezen was. Dat ik dus 5 jaar lang al niet één boek tegelijk lees. En dat dat toch een zekere stress met zich meebrengt. Als je aan het lezen bent en je denkt, ja, eigenlijk zou ik dat ook nog moeten lezen. Want dat staat al 5 jaar erop. En dan had ik dat boek van 5 jaar. En dan had ik ook een boek wat ik al enkele maanden aan het lezen was. Ik was daar vorig jaar begonnen en ik was daar nu nog altijd aan het lezen. En dat waren 2 dikke boeken natuurlijk. Ik was een beetje afschrikt en nu dacht ik... April is de maand dat die uitgaan. En het is gelukt. Het eerste boek is Duck's Newburyport van Lucy Ellman. Een heel speciaal boek. Ik denk wel echt dat het iets voor u moet zijn, dat je ervoor in de mood moet zijn... Het gaat over ons hoofdpersonage, een Ohio housewife, die van alles aan het doen is, van alles aan het maken is. En eigenlijk voor de rest haar mind, haar... hoe zeg ik, nu ben ik het even omdat ik in het Engels bezig was. Die voor de rest eigenlijk haar denken alle kanten laat opgaan. Dus we zien Trump, we zien de wapenwetten, we zien MeToo, alles wat je maar kunt voorstellen... komt voorbij, waardoor dat je ook Lucy Ellman haar politieke inslag wel goed meekrijgt. En het geeft ook wel ergens een beeld van waar dat we nu, of waar dat ze in Amerika nu mee kampen met problemen. En je hebt dus dat verhaal en dan heb je parallel het natuurlijkere verhaal van Eliwin en haar 3 welpen. En op een bepaald moment kruisen die 2 verhalen in elkaar ook. Het is gewoon een heel, heel interessant boek, maar je moet ervoor zijn, omdat er zitten geen
punt of amper punten in de delen van onze Ohio housewife. Ze begint al haar zinnen bijna met the fact that. Ik merk wel, als hier zo langere passages in is, dan komt je in een soort van ritme. En dan gaat u dan niet meer uitmaken dat je de hele tijd eigenlijk the fact that, leest. En dat dat alle kanten opgaat met de onderwerpen waar ze het over heeft. Dus ja, ik vond het wel de moeite. Ik heb er wel eventjes over gedaan, maar ik heb absoluut geen spijt dat ik het gelezen heb. Ik vond het echt interessant om zo iets experimenteelers een kans te geven. Wat niet wil zeggen dat ik nu denk, ha, James Joyce, nu ga ik jou lezen. Dan gaan we nog heel even op zich laten wachten. En dan het andere boek wat ik dus al 5 jaar aan het lezen was, was Misschien wisten zij alles van Toon Tellegen. Een verzamelbundel van zijn dierenverhalen. Waar had ik soms van denk, Toon, wat was je aan het denken toen je dit schreef? Maar soms hele mooie pareltjes van ideeën in zitten die de dieren ons vertellen. Meer ga ik daar niet over zeggen, want allee, daar zit geen over. Ja, je komt wel altijd dezelfde dieren tegen. Maar dat is eigenlijk vooral ook heel leuk om af en toe uit te lezen. Wat ik dus ook de laatste 5 jaar gedaan heb. En dan heb ik nog eens een boek herlezen, want iedereen op Instagram was opeens dit boek aan het ontdekken. En dat is Lampje van Annette Schaap. Ik heb het, denk ik, 2 jaar geleden voor de eerste keer gelezen. En het was nog altijd even mooi, dit keer niet moeten wenen. Omdat ik nu wist dat Lampje niet doodgaat. En ik dacht toen dat dat wel het geval was. Dus ja, het is echt zo'n hartverwarmend boek waar zoveel belangrijke onderwerpen eigenlijk in zitten. Anders zijn problemen thuis. En die worden op zo'n mooie, sprookjesachtige manier behandeld. Dus ja, als je hem nog niet gelezen hebt, echt doen. En dan het laatste boek van mijn boekstapel van april was Waagstukken van Charlotte van den Broek. Ik keek hier heel erg naar uit, omdat ik dacht dat het zoals Olivia Langs Eenzame Steden ging zijn, waarin dat dus de auteur wel iets autobiografisch vertelt, in dit geval dan de mislukking of de angst van de mislukking, en dat dan onderzoekt via andere kunstenaars, in dit geval dus architecten die een gebouw hebben gebouwd waar iets mis mee was en die dan zelfmoord hebben gepleegd, misschien, dat is niet altijd zeker, en hoe dat met elkaar te maken heeft. Ik had Charlotte horen praten op Clara over dit boek en ze vertelde dan bijvoorbeeld over de golfbaan waar dat het gras nooit wou groeien en ja, hoe frustrerend dat dat was voor die architect. En ik dacht, ah, interessant, wil ik meer van weten. Maar het probleem was een beetje dat het daar zo bleef hangen bij het anekdotische. Dus ze vertelde eigenlijk vooral over zichzelf en dat zij naar al die plaatsen gereisd is en wat zij voelde toen en wie dat en hoe moeilijk het was soms om zo een gebouw of een plek binnen te geraken. Maar ze vertelt eigenlijk heel anekdotisch heel weinig over die architecten zelf, waar ik net meer van wou weten. En ook, ik wou dat het thema van die mislukking, dat dan meer, ik weet niet, filosofisch misschien uitgewerkt was. En niet zo mislukt zelfmoord. Ja, en ik bleef zo een beetje op mijn honger zitten. Ik heb me ook echt wel een beetje door moeten worstelen. Oeps, daar ging het boek. Ik heb me er ook echt een beetje door moeten worstelen. Natuurlijk heeft ze een heel mooi taalgebruik. Je merkt altijd als een dichter gaat schrijven dat ze daar heel mooie metaforen en heel mooie zinnen. Maar ik verwachtte van dit boek iets anders dan enkel mooie zinnen. En dan ja, was het dit boek niet voor mij. Ik ben nog altijd op zoek naar zo een non-fictieboek wat mij op diezelfde manier bijblijft als die Eenzame Steden van Olivia Lang. Misschien dat ik het in mij ga vinden. Misschien ook niet. Misschien. Olivia Lang heeft een nieuw boek uit. Art in an Emergency, denk ik. Dus misschien moet ik dat een kans geven. Het is van dezelfde auteur, zou het hetzelfde zijn. Voilà. Amai. 20 minuten ongeveer. Dus dat waren de 12 boeken die ik in april heb gelezen. Ik weet niet of jullie daar misschien al een boek van gelezen hebben. Of jullie misschien zin hebben om een van die boeken te lezen. Want er zijn wel een paar redelijk bekende bij. Dus misschien hebben jullie dat al gelezen. Kunnen we erover babbelen in de comments. Ik ben er snel weer met een nieuwe video. Hoop ik. Als ik tijd en zin vind in deze zeer vreemde tijd nog altijd. Want meestal lig ik liever op de zetel onder een dekentje met een boek of een film.
Ik hoop dat alles goed gaat met jullie, dat jullie het veilig houden. En dan zie ik jullie hopelijk heel snel opnieuw. Dag!